gisteravond een dweil naar mijn kop gesmeten omdat ik ruzie had met mijn zusje omdat ik haar niet op de computer liet. Vroeger, toen ik klein was, kreeg ik naar mijn kop gesmeten dat ik dik was. Maar ik was er juist apetrots op, want ja, mijn opa was ook dik en mijn vader. Toen ik deze trofee in mijn handen gesmeten kreeg voor het Tour de France, als eerste geëindigde finish voor aangepaste autootjes voor gehandicapten. De laatste keer dat ik wat naar mijn kop kreeg gesmeten, was het verwijt van mijn vriendin dat ik te weinig tijd voor haar had. Maar ik ben de hele dag hard aan het werken, dus dat is onbewust. Nou, toen ik 15 was, toen heb ik het uitgemaakt met mijn vriendje. En die was daardoor zo ontzettend boos dat hij allemaal van zulke keien naar mijn hoofd toe heeft gesmeten. Nou, dat was vorige week. Ik had het dopje van de tandpasta, was ik weer eens vergeten. En ja, dat kreeg ik dus weer te horen. Ik zat vandaag in de les en mijn leraar wilde nog langer lesgeven. Maar ik zei, ik heb echt geen concentratieboog meer. Toen kreeg ik naar mijn kop gesmeten dat ik die nog nooit heb gehad.